Goedemorgen, het is zaterdag. Ja, de hoeveelste weet ik even niet. De dag na gisteren in ieder geval. Wij hebben geslapen. Niet zo best geslapen, jij? Waar ben je? Je had op zich wel beter gekund. Ja, hè? Warm en lawaaiig. Het is hier, je zit hier midden in het centrum en blijkbaar is vrijdag een uitgaansnacht. Wat logisch is natuurlijk, maar ja, heel veel herrie buiten. En ontzettend warm in de kamer, dus we wilden ook het raam niet dicht doen. Want anders zou het nog veel warmer worden. Maar goed, eerste nacht slaap ik altijd niet al te best. Dus zo erg is het nou ook weer niet. En we gaan nu op naar het ontbijt. Zo even overheen. En we zijn nu even bij de Martini-toren. Dus daar gaan we straks ook nog even. Jeroen wil er wat foto's van maken, vandaar dat we hier nu even stilstaan. En er zijn wat winkels waar we even naartoe willen, dus we gaan straks even kijken. Het is waarschijnlijk allemaal met de rolstoel bereikbaar, dus dat, of tenminste, we kunnen daar naartoe rijden om de auto niet te pakken. Dus dat is wel super handig.
Dan zien we vanzelf wel. Misschien kunnen we hier ook nog even lunchen en kijken wat we verder gaan doen. We willen vanmiddag nog even terug naar het hotel, want ik wil voor jullie nog even een roomtour opnemen. Maar ja, dan moet het eerst eventjes weer voor glad getrokken zijn. Dus ik hoop dat dat vanmiddag zo is. Dan kan ik het vanmiddag eventjes doen. En ja, voor de rest gaan we natuurlijk zien wat het vandaag brengt. Overgang van het een naar het ander. Jongens, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit is Droppy. Het zoute shoppie. En er ligt allemaal hier. Allemaal snoep en drop. Ja, en je kan het moeilijk zien, maar ik kan niet naar binnen. Want er, kijk, er is een hele hoge drempel. Daar zie je nog allemaal lekkers. Maar je kan heel moeilijk naar binnen kijken. Maar binnen staan er dus allemaal potten met allemaal snoep. Echt zo onwijs leuk. Echt een grappig winkeltje. Zo, goedemiddag. We zijn weer terug in het hotel. We hebben, ik gok, een kilometer of 6 in totaal gereden. Dus we zijn allebei redelijk... Maar ik zou jullie nog even een roomtour geven. Dus dat ga ik nu eerst doen. Dit is de deur waar je binnenkomt. En dan ziet dat er zo uit. Dit is zeg maar wat je ziet als je binnenkomt. Hier is een hele mooie kleur muur met daar. Ja, ik gok dat je daar normaal je jas of zo op hangt. Maar weet het? Nee, dat kan haast niet. Nee, het zal wel sier zijn. Gok ik. En dan heb je hier een kledingkast. En even credits voor het hotel. Want ze hebben op rolstoelhoogte de dingen. Ja, bier is niet van mij hoor. Ook niet van Jeroen trouwens. Maar goed, dat is in bestelling meegekomen. Dus dat is heel fijn. Dan heb je hier nog een krukje waar handdoeken op lagen. En ik wilde deze roomtour in de middag, omdat ik dacht, dan hebben ze het bed netjes opgemaakt. Maar dat doen ze hier niet bij het Student Hotel. Ze doen dat volgens mij om de... Als je 2 nachten slaapt, doen ze dat niet. Wat op zich natuurlijk ook geen ramp is. Maar het bed ziet er daardoor nu wat slordiger uit. Daar lig ik, daar ligt Jeroen. Daar is een hele drukke straat, waar we best nog wel veel last van gehad hebben vannacht. Maar goed, dat komt op zich ook wel goed. Dan is dit wat er boven het bed hangt. En ze hebben hier allemaal van die leuke woordspelingen. Hier staat namelijk een doos tissues en daar staat issues op. Ik hou daarvan, ik vind dat zo leuk. En als je dan vanuit zeg maar het bed de andere kant van de kamer hebt... Ga ik het even zo doen. Kijk, dit is vanaf de andere kant heb je hier zo'n heel leuk zitje. Daar staat nu mijn tas op. En hier heb je dan nog wat andere. Met hele leuke lampen erboven. Dan een prikbord met ook allerlei leuke teksten en boeken en dingen. Een televisie. Dan heb je hier een bureautje. En Jeroen. Met een lampje erop. En dan heb je aan deze kant nog een enorme spiegel. En hier nog een Nespresso apparaat en een waterkoker daarachter. Dus dat is ook alleen maar heel fijn. En dan heb je hier om de hoek de badkamer. En die is ook gewoon echt... super goed aangepast. Ik zal even een lichtje maken. Alleen geen beugels bij het toilet. Dat viel ons wel gelijk op. En de spiegel op staahoogte. Dus daar hebben we gisteren gelijk eventjes melding van gemaakt. Weet je, als ze dat nooit meekrijgen, dan weten ze het ook niet. Maar wel gewoon heel fijn een douchezitje en een goede douche. En oh ja, dat wilde ik ook nog even laten zien. Dit wilde ik jullie ook nog even laten zien. Hier ook weer een voorbeeld van leuke teksten. Shower power. En hier staat Dirty Harry. Ik vind het erg grappig. En ook op het zeepdoosje wat er lag
stond Soap Me Up. Ik vind het leuk. Nou, dit is de kamer waar wij dit weekend verblijven. En we hebben allebei echt wel zoiets van, dat vinden we heel goed, hè Jeroen? Ja, het is echt goed geregeld. We hebben het slechter getroffen. Goed aangepast en we zitten redelijk in de buurt van het centrum. Dus we hebben tot nu toe alles met de rolstoel kunnen doen. Ja, we zijn nu wel moe. Ja, maar wel nee. Nou, we zijn, zoals jullie net al zagen, bij het restaurant gearriveerd. En we hebben al lekker een tafeltje vol. We zitten bij Okami. En we hadden eerst bij een sushi restaurant gereserveerd, maar dat was zo ver rijden dat we iets dichterbij hebben gezocht. En dat is gelukt, dus we gaan er lekker van genieten. We zijn op weg terug van het sushi restaurant naar het hotel. En we vroegen ons al de hele week, of de hele week, we zijn gisteren aangekomen. Oh, daar komt even een groepje fietsers voorbij. Maar we vroegen ons sinds gisteren af wat dit is, want het lijkt natuurlijk heel erg op het tankstation. En er staat... Oh joh, je loopt door... Geef niet. Gelukkig ben je hier. Maar dit is dus een gelukstankstation, zei jij? Ja, dat klopt. Wat stond er verder nog iets bij, of niet? Nee, verder niet. Nee, hè? Dus hier kun je geluk tanken. Nou, ik ben benieuwd. Hi. Ik wil jullie nog even dit logo laten zien. Want we zitten nu bij... Hoe heet het? Common of zo? Commons. Drink and food, maar dat hoort wel bij het Student Hotel. En zij hebben aan het eind dit logo, dat is wel tof. En vanochtend zijn we daar om de hoek, hebben we zeg maar het ontbijt gehad. Toen stonden hier al die pannetjes die jullie gezien hebben. Maar 's avonds is dit de bar en nu gaan we... Ja, ik ga niet dat filmen, dus je moet het even zo neerleggen. We gaan een potje jatseeën. Dus ik ben... Dat is misschien wel handig, ja. Dus ik ben heel benieuwd. We zitten dus even hier een drankje te doen. Kijk, een wijntje en nog een biertje. Tenminste, een radler. Ja. Dat is ook bier, toch? Valt in de categorie bier. Vind ik wel. Maar het is zo leuk, want kijk. We zitten hier aan een soort barretje. Met uitzicht op deze straat. En deze straat is ook de straat waar we aan slapen. Daar we zijn allebei iets minder gelukkig mee. Want het is een hele drukke straat. Dus, en vannacht was het uitgaansdag. Dus ach, het was hier zo'n kalererie vannacht. Maar goed, wel leuk. En letterlijk als je deze straat uitgaat. Maar dan nemen we de volgende. Kijk, even kijken hoor. Je gaat deze straat uit. Dan ga je aan het eind naar rechts. En dan steek je de brug over naar links. En dan zit je echt letterlijk in het centrum. Dus we hebben vandaag alles met de rolstoel. Wat we hebben willen doen, hebben we allemaal met de rolstoel kunnen doen. En we hebben uiteindelijk wel iets van, wat zei ik nou? Zes kilometer of zo. Ja, 6 kilometer gereden alles bij elkaar. Dus dat is best pittig. Maar het was echt leuk. En heel goed te doen. Dus de auto is de garage eigenlijk niet meer uit geweest. Want gisteren dus zijn we dus ook naar de bierbrouwerij met de rolstoel gereden. Dus dat is wel heel gaaf. Goedemorgen, het is zondag. Onze laatste uurtjes in Groningen, want we gaan straks naar Pieterburen. Gaan we daar nog even rondkijken. En nou ja, ik weet niet hoe lang we daar bezig zullen zijn, maar als we daar uitgekeken zijn, dan rijden we weer zachtjes aan terug naar huis. Nou, we hebben het echt onwijs leuk. Het is heel gezellig. Groningen is een leuke stad. Als je echt nog een keer een leuke winkelstad wil zien, moet je echt even naar Groningen gaan. De gebouwen zijn mooi, mensen zijn leuk, winkels zijn leuk. Het is echt leuk om te doen. Dus wij gaan even onze bullen bij elkaar pakken en richting auto zo meteen. Zo, goedemorgen. Ik weet niet zeker of het stukje van net gelukt is met opnemen in de hotelkamer. Dus ik doe het even nog een keer. Het is zondag. En we zijn uitgecheckt uit het hotel. We hebben het onwijs leuk gehad. Het was echt een supergoed hotel, het Student Hotel. Echt zeker een aanrader als je een keertje een dagje een leuke stad wil bezoeken. Is Groningen sowieso een leuke stad. En het Student Hotel is echt praktisch midden in het centrum. En
Je kan alles lopend doen vanaf daar. Dus dat is wel echt een aanrader. We zijn nu onderweg naar Pieterburen. En, nou, ik weet het niet, maar we zijn ergens in de middle of nowhere beland. Geen idee. Maar dit gaat al eigenlijk... Nou, hoe lang zijn we aan het rijden? 20 minuutjes, denk ik. Ja, al 20 minuten zo. Maar aan de andere kant ook wel weer leuk. Want je ziet wel weer een heleboel. Dus dat is dan ook wel weer grappig. En hoe gaat het met Jeroen? Ja, met mij gaat het goed. Goed zo. Jeroen heeft vannacht goed geslapen, ik niet. Ja, ze waren gewisseld de nacht ervoor, waar sta ik aan de zon. Ja, dat is waar. Ze waren vannacht flink aan het feesten voor het hotel. Daar had ik een beetje last van. Maar goed. Ach, ik heb nog een hele week vakantie, dus ik kan nog heel veel slapen als ik dat zou willen. Ja, we hebben vandaag geen heel vol programma, dus dat scheelt ook. Dat scheelt ook, ja. Dus we gaan eens even kijken hoe het bij de zeehondjes is. Ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Ik heb een beetje een... hoe heet dat? Dolfinarium idee in mijn hoofd. Maar ik denk niet dat het zo is. Want het is natuurlijk geen attractieachtig iets. Maar nou ja, we gaan het zien. Daar ben ik weer. Ik had jullie aan het begin op de boot... had ik verteld dat ik iets zou kopen dit weekend... Dat heb ik op zich ook wel gedaan. Alleen het is online koop. Hé, hey, Pieterburen staat op bordje. Ja. Sorry, even afgeleid. Dat is online kopen geworden. Want ik heb een nieuwe camera gekocht. Ik wilde heel graag de Canon G7X Mark II. En omdat de Mark III nu uit is, had ik een hele leuke aanbieding gezien bij bol.com. En ik dacht, nou, dan... bij Mediamarkt of Coolblue of zo, dan gaan ze daar hopelijk wel in mee. Maar dat bleek toch iets minder rooskleurig te zijn. Bij één Mediamarkt waren ze er bijna ingetrapt. Tot de chef erbij kwam en toen was het over. Ja, en het scheelde gewoon 100 euro. Dus ik ben op zich wel van het iets snel willen hebben. Maar voor 100 euro meer vond ik toch iets te veel van het goede. Dus als het goed is, komt morgen mijn nieuwe camera. Dus dan gaan jullie dat nog wel zien. In ieder geval. En daarmee is er ook een einde gekomen aan deze weekendvlog. Want ja, ik ga vanmiddag ook niet zo heel veel meer doen. En vanavond ga ik slapen. En dan begin ik morgen de weekvlog. En dat wordt ook een hele leuke, want dan heb ik vakantie. Dus dan zal ik ook wat meer vloggen dan normaal. Ik heb echt een beetje een brak hoofd. En de telefoon gaat, dus ik ga even stoppen. Oké. Ik zie er echt heel verlept uit. Nou ja, nachtje goed bijslapen en dan komt dat ook wel weer goed. Ik
heb gewoon niet zo heel lekker geslapen de afgelopen 2 dagen. Dus ja, dan gaat het hard. Maar goed, ik zie jullie... Oh nee, dat ga ik je... Bedankt voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende vlog. En dat is de Week Vlog. Volgende week zondag. Doei doei!